Hallootjes, I'm Denise en welkom bij de kringloopvideo van het jaar, namelijk de kringloop adventskalender. Door mij gemaakt en zorgvuldig gevuld en jij kunt hem winnen. 24 vakjes vol met items uit de kringloop, zoals clipoorbellen. Deze heb ik gedurende het jaar een keer gevonden. En ik kan jullie vertellen, die zitten erbij. Maar ook dingen voor mannen, vintage kledingaccessoires, kerstboomaccessoires, kaarsen. Alles zit erin. Ik ging daarvoor naar 4 kringloopwinkels, waarin ik natuurlijk ook mijn camera meenam. Dus daar gaan we elk moment naar kijken. En dan aan het einde de onthulling van de items in de kalender. En natuurlijk hoe je mee kunt doen met deze winactie. Doe alvast een duimpje omhoog als je ook zoveel zin hebt in kerst. Vergeet niet om even te abonneren voor meer vintage video's hier op dit kanaal. En de serie Uit de Kleren, die ook weer binnenkort van start gaat met geweldige gasten die je niet wil missen. Dankjewel alvast als je dat hebt gedaan en dan gaan we nu naar winkel nummer 1. Het is tijd voor de eerste sessie in de kringloop en dat ga ik doen bij Opnieuw & Co. Op zoek naar kleine spulletjes dus die in de doosjes passen. En winkel nummer 1 begint al meteen goed op de kerstafdeling met deze vintage enorme kaarsen. Hoe leuk. Jammer dat ze niet in de kalender passen. Maar gelukkig zijn er ook dingen die er wel in passen. Zoals deze leuke kerstmannetjes denk ik wel. Die zijn een stuk kleiner en dus passender. Deze huisjes, hoe leuk zijn die nou? Hè? Die passen er ook niet in. Maar die vind ik wel zelf heel leuk. Vooral de witte huisjes. Die zie ik er nu niet echt tussen staan. Dan vind ik hier 2 servetringen. Hoe perfect is dat nou voor het kerstdiner? Dus die horen echt wel thuis in de kalender. En ik hou ook heel veel van Jip en Janneke en dit eierdopje. Ja, ik ga er gewoon van uit dat jullie dat ook geweldig vinden. Bij de beeldjes zie ik helaas niet echt wat. Ik zie ook niet hele kleine fotolijstjes, dus helaas, dat moet ik overslaan. Dan loop ik ook even langs de glaasjes, de shotglaasjes. En daar zie ik deze met een prachtige glasprint. En dit is best wel leuk, denk ik, om de toast van het nieuwe jaar uit te brengen. Dus ik neem in ieder geval deze. En ja, je hebt er helaas geen 2 van, maar deze prints vind ik ook wel erg leuk. Dus 1 van die 2 stop ik ook in de kalender. Nou, verder snuffel ik de winkel nog even rond. Je weet maar nooit of ik een blouse zie die ik tot heel klein kan opvouwen. Een sjaaltje, een stropdas. Maar dat vind ik allemaal niet. Wat ik wel vind is deze geweldige vintage snijplank. Zou ik nooit kopen, maar hij is wel heel leuk van print. En dit doosje vind ik ook wel heel mooi. Marmerachtig. Je lijkt wel of je er een maxinelichtje in kan doen. Of pilletjes natuurlijk. En dit doosje vind ik ook wel heel erg mooi, naast die leuke hond waar helaas de staart van is afgebroken. En wat is dit tussen de glazen? Ik vind het er maar eng uitzien. Beneden kom ik nog mijn lievelingsroodtangkastje tegen. Ik heb een 3-laagskastje en een 4-laagskastje ervan. Dit is een 2-laagse wat je als nachtkastje kan gebruiken. En laatst vertelde ik jullie dat ik benieuwd was of dit ooit weer in de mode kwam. Dat vraag ik me nog steeds af, maar ik heb weer eens een item gevonden. Een beer waar je misschien gekleurd zand in kan doen. Bij de sieraden zie ik helaas niet echt wat geschikt, dus dat houden jullie nog te goed. Op naar de volgende winkel. Het eerste bezoekje hier bij Opnieuw & Co. heeft de teller al meteen op 11 gezet. Wat ik allemaal heb meegenomen, dat zie je allemaal aan het einde. Maar ik ga nog even door naar de volgende winkel en dat is Rattenplan. Ook deze winkel, Rattenplan in IJsselmonde, begint met de kerstafdeling. Leuke dingetjes, waaronder deze strikjes. Heel veel strikjes voor in je boom. Ik zou ze bijna zelf willen houden. Kan ik natuurlijk in 1 vakje wel kwijt, denk ik. Dus die stop ik denk ik wel in mijn mandje. Dit is ook heel leuk om een kaarsje in te zetten. Echt ouderwets ook weer, want nu kun je deze print niet echt meer kopen. Dat is wel een beetje oudbollig, maar ja. Ik ben blij verrast in deze winkel. Hij is super groot. En daarnaast ben ik dit geweldige, ja, ik dacht dat het glas was, maar het is een plastic paard en olifant. En wat een mooie kleur. Ik zou hem eigenlijk wel willen kopen. Ik doe het niet, ik hou me in. Hij past ook niet in de kalender en voor mezelf laat ik het maar even staan. Verder hebben ze natuurlijk schoenen, tassen en dus ook stropdassen. En ik heb laatst een hele leuke manier ook voor vrouwen gezien om dit te dragen. Namelijk gewoon als een sjaaltje. Je kan er ook iets van maken. Kun je opzoeken, een DIY met een stropdas. En als man kun je hem natuurlijk ook om. Dus ik snuffel hier even rond of ik een leuke print zie die in de kalender kan. En toen zag ik ineens mijn droomwandmeubel, zwart met goud en een geweldige spiegel. Als die spiegel betaalbaar was, had ik hem genomen, maar hij is 200.
om 30 euro. Ik heb ook even bij de kleding gekeken nog en bij de damessjaaltjes, maar helaas zie ik daar ook niet echt wat bij. Dan nog even de sieraden en deze ketting vind ik op zich al wat hebben. Zwart met goud natuurlijk ook weer. Zal ik hem nemen voor de kalender? Ja of nee? Wat denk je? Wat hoop je? In deze kringloop is de teller beland met 5 items extra. Het was Rataplan in Rotterdam. Ik wist dus niet dat die vestiging daar zat. Een aanrader. En we zijn weer een stapje dichterbij. De shoplog zometeen. En dus de inhoud van de kalender. En inmiddels is het tijd voor winkel nummer 3. Weer opnieuw een co. Dit keer in Barendrecht. Ja, ja, mijn rondje gaat maar door. Hopelijk is hier de kerstafdeling ook al geopend. En wie weet zien we ook weer wat leuke beeldjes bij de huisraad. Want dat mis ik eigenlijk nog een beetje in de kalender. Dus ik ga op zoek. Winkel nummer 3 dus. En ook hier is de kerstcollectie. Ik zie er niet heel veel, maar wel dit schattige beertje. Ja, toen ik er lang naar keek, kon ik hem niet meer terugleggen. Een gouden / rosé-gouden slinger. Dat is ook altijd leuk. Kun je ook bijvoorbeeld om een plant doen of natuurlijk in je kerstboom. Dan zie ik weer, ja, ik denk dat het weer een soort van eierdopje is. Wel een hele leuke print. Deze kaarten, die moet ik gewoon kopen voor als er een collega jarig is. Die kans laat ik niet voorbij gaan, dus die koop ik even voor mezelf. Dan weet je dat. En deze moeken, die zijn weer even in de trant van dat houten beertje wat ik in een eerdere winkel zag. Een beetje uit diezelfde tijd. Trouwens ook een houten gans of eend zag ik laatst. Maar dit is dus een moekenset die ik bijna zou kopen, maar ik hou me in. Hij past ook niet in de kalender. En bij deze sieradenafdeling zie ik best wel wat leuks hangen, zoals deze gouden hier met parels. En ik vind deze groene set van 2 eigenlijk ook wel wat hebben. Verschillende grootte van kralen en best wel een leuke kleur als je ze zo dubbel om je nek doet of met een kooltrui. Dan ben ik nu nog op zoek naar 6 items voor de kalender. Dus ik ga op naar winkel nummer 4. En dat wordt Het Goed in IJsselmonde ook weer. In deze winkel weet ik dat er bij de kassa heel veel sieraden liggen. En ik heb me toch een prijs, jongens. Wat een ongelofelijke vondst. Iemand had wel 20 clipoorbellen nieuw in de verpakking gebracht. Dus ik heb heerlijk zitten zoeken. En daarnaast heb ik nog meer geweldige dingen gevonden. Bij deze mand met sjaaltjes. Deze zag ik al meteen. De kleuren sprongen me in het oog. En oh, ik dacht het al. Hij gaat over alle sterrenbeelden. Dus jouwe, die staat er zeker op. Wat denk je, neem ik hem mee? Je kan het bijna niet raden, hè, hoe enthousiast ik ben. In deze winkel had ik ontzettend veel prijs in de categorie fashion. Oeh, gauw naar de shoplog en het vullen van de doosjes. Het vullen van de doosjes kan gaan beginnen, want ik heb alle items gescoord. Natuurlijk moest het hierin passen, maar ik heb inmiddels 3 jaar lang volgens mij ervaring met het vullen van de kalender. En ik weet dat de items die ik gekocht heb hierin passen. Natuurlijk pak ik hem ook helemaal leuk in als jij wint. Dan heb ik hier, om maar even met een geweldig accessoire te beginnen, heb ik natuurlijk deze clipoorbellen gekocht. Ik heb ook gekeken of ze nog schoon waren en mooi. Ja, ik zou ze bijna zelf houden. Maar ja, ik heb ze gekocht voor de kalender. Dus die zitten erin. Deze kon ik ook niet laten liggen. Kijk, ze lijken ook op die ik nu in heb. Dan een vintage kerstitem. Deze kerstman. En natuurlijk heb ik er daar 2 van gekocht. Dan dit. Ik vind het eigenlijk gewoon zonde dat de winkel hier de prijs heeft geplakt. Want dit is toch gewoon geld waard. Omdat het nog in de originele verpakking zit. Deze strikjes die kun je gebruiken om je cadeautje helemaal af te maken, om dit op de strik te doen. Maar ik had het eigenlijk gekocht zodat je dit aan de uiteindes van de takken van de kerstboom kon doen. Ach, dan dit beertje toen ik hem zag liggen. Ik zei het al, vond ik hem zo zielig. Ik kon hem niet meer laten liggen, dus die zit ook in je kalender. Deze kettingcombinatie. Deze, je kunt hem lang dragen, maar ook dubbel. En dan met deze erbij. Ja, ik zag het helemaal voor me met een kooltrui. En dat is niet de enige ketting. Ik heb nog een ander sieraad. Deze, oh, die zou ik ook weer eigenlijk zelf willen houden. Het doet me denken aan echt een vintage Chanel ketting of zo. Kijk. Nog meer kerst, want deze is een lange slinger. Die kon ik ook niet weerstaan. Dan vond ik ook nog dit schattige doosje waar je kleine oorbellen, ringetjes in kan doen. Tijdens het kerstdiner zul je natuurlijk ook servetten gaan gebruiken. En daarom heb ik deze mooie servetringen gekocht. Met rozen erop. Ook nog helemaal gaaf, geen stukje eraf. En ook echt gemerkt aan de achterkant. Nog meer leuks voor het kerstdiner, ook in tweevoud, dat is dit
amusebakje met van die leeuwenkopjes. En dan ben ik stiekem ook groot fan van Jip en Janneke. En ik zag dit collectors item van Jip en Janneke. Een eierdopje. Dan moet er op 31 december, of zal ik zeggen 1 januari, natuurlijk ook getoast worden om 12 uur. En daar heb ik deze fantastische glaasjes voor gekocht. Vooral deze vond ik prachtig met dat patroon in het glas. Kon ik deze servetring ook niet laten liggen. Die vond ik zo schattig. Wit met crème. Kan je ook het menu net bijvoorbeeld inrollen. Ook erg leuk. Een vaccinelichtje mag natuurlijk ook niet ontbreken. En daar heb ik deze leuke houder voor gekocht. En dan, ik heb geweldige vintage sjaaltjes gevonden. Allemaal lijken ze nog wel nieuw. De eerste is deze. Ik vind de kleuren prachtig. Deze vond ik ook geweldig, want die deed me aan oma Miep denken. Ik weet zeker dat ze dit vroeger had. Vlaggetjes staan erop. In ieder geval een hele mooie vintage sjaal ook weer dit. Ook voor de sterrenbeeld lovers. Dat is deze lichtblauwe. Ik zag hem vanwege de kleur. In het midden is een grote zon. En daaromheen zit werkelijk waar ieder sterrenbeeld. Dus ook die van jou. En dan heb ik ook nog een stropdas voor mocht een man deze kalender winnen. Of misschien denk jij wel, nou, als vrouw kan ik dit ook prima als een sjaaltje om. En wat moet je nou doen om dit te winnen? Nou, stap 1 is even heel simpel. Comment hier in de reacties een kerstboompje. Stap 2, zorg natuurlijk dat je mij op Instagram volgt. En laat daar op de reel die hierover gaat. Ik laat de doosjes zien en je ziet dat ik ze vul. Kan niet missen. Laat daaronder even een reactie achter waarom jij die kalender wil winnen. En dan zal ik uit al die inzendingen eerlijk een winnaar kiezen. Ik doe dat altijd willekeurig via een bepaalde website. Dus je hebt echt alle kans om hem te winnen. En ik gun hem jou natuurlijk van harte. Zeker als je ook altijd naar de Kringloopshow kijkt. Dan wil ik nog één ding zeggen. Ontzettend veel succes als je mee gaat doen. Heel erg graag tot op Instagram. En ik zie jullie heel graag de volgende video weer terug. Dankjewel voor het kijken. Tjalas!